volgende. Dokter. Ja, mevrouw. Dokter. Mijn buren hebben de pest. Oh, dat is niet zo fijn. Nee, mijn overburen hebben ook de pest. Lastig, lastig. Mijn broer heeft de pest. Juist. Alle mijn zussen hebben ook de pest. Ja, 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 maar wat is de vraag nou eigenlijk? Nou, waar komt die pest vandaan? Nou, eerlijk gezegd hebben we geen idee. Maar de meeste doktoren denken dat het een straf van God is voor onze zonde. Althans, dat denkt iedereen. Oh, dus dan zou je niet meer mogen zondigen? Nee, beter van niet. Maar bestaat er dan geen enkel medicijn? Ja, er is één middel dat helpt. Wat dan, dokter? Roken. Roken? Ja, dat zeggen de doktoren. Roken helpt tegen de pest? Ja, sigaren, pijp, alles roken. De hele dag roken. Dat is het enige middel dat werkt. Nou, dan steek ik er meteen in op. Ik ook. Ik zeg tegen al mijn patiënten, roken is het gezondste dat er is. En het helpt tegen de pest. Althans, dat denken de doktoren van de Gouden Eeuw. Vuurtje? Nou, dank u, dokter. Zie je wel dat roken wel gezond is? Ja, dat zeggen ze nu. Weet je dat het over 3 eeuwen weer slecht voor je is? Ja, maar dan zijn wij er toch niet meer. Nee, dat is ook weer zo.